Met bureau Dupin onderzoeken Roel Simons en een team van honderden vrijwilligers een onopgeloste moord samen met de politie. Mysterieuze nieuwjaarsmoord. Roel, even, wat is er precies gebeurd? Over welke moord gaat het? Maya Nijholt is op 1 januari 2013, nieuwjaarsochtend, rond 7 uur 's ochtends, iets later gevonden met 40 mesteken in haar lijf. En ze heeft een tocht gemaakt tot aan dat punt. Ze is in Enschede vertrokken. De dag daarvoor is naar Gronau gegaan met de fiets in de trein, naar een hotel gegaan. Daar heeft zij eigenlijk de nieuwjaarsavond, de oudjaarsavond, ontvlucht. Haar vriend die heeft een pyrotechnisch clubje. Die vuurwerk, had zij, vuurwerk, daar had zij geen zin in om daar aan mee te doen. Een aantal jaren ging zij dan ook op pad. En dit keer vertrok ze naar Gronau, naar een hotelletje toe. En daar kreeg ze een telefoontje van een haar onbekende man. Basis van dat telefoontje schreef ze later in een sms'je naar een vriend. Ik voel me bedreigd, ben bang voor mijn leven. En is ook acuut uit het hotel vertrokken. En heeft de trein gepakt naar Os. En daar is ze rond gaan zwerven. Daar heeft ze mensen aangeklampt. Daar is ze slaapplaatsen gevraagd. Ze was duidelijk in de war. En ook tegen mensen gezegd van, dat ze vermoord zou worden. En dat is dan uiteindelijk ook waarschijnlijk gebeurd. Want ze is in de ochtend van 1 januari doodgevonden op een oprit met al die mesteken. Er waren heel weinig aanknopingspunten. Ja, de politie heeft lang onderzoek gedaan. Mensen ondervraagd. En daar is eigenlijk niks uitgekomen wat tot een duidelijke verdachte en een aanhouding heeft geleid. En het is op de plank komen liggen, zoals vele andere cold cases in Nederland. En Bureau Dupin heeft het 2 jaar geleden opgepakt. Om te kijken of je met een grote groep niet-experts, gewone burgers, iets kan doen. Om dit soort vraagstukken, dit soort cold cases op te lossen. Waarom precies deze zaak? Want er waren waarschijnlijk nog andere. Er waren heel veel andere zaken waar we uit konden kiezen. Peter, met wie ik dit samen heb opgezet, Peter de Kok, die heeft 10 jaar lang bij de politie gewerkt. Hij zag dat innovatie in de opsporing nodig was. En heeft in Brabant, in Nederland, heeft hij met een officier van justitie en een chef van politie een cold case uitgezocht die voldeed aan de nabestaanden, dat die akkoord zouden gaan met het onderzoek. En dat er geen directe relatie was met zware criminaliteit. Want eigenlijk, simpel gesteld, hè, Bureau Dupin is een groep van mensen. Ja. Iedereen kan zich daarbij aansluiten. Iedereen kan zich daarbij aansluiten. En zij gaan allemaal op zoek naar tips, aanwijzingen. Allemaal met het doel om die moord op te lossen. Ja. Waarom heet het bureau Dupin? Dupin, D-U-P-I-N. Ja. Auguste Dupin was de allereerste burgeropsporer in de literatuur. Edgar Allan Poe was een van de karakters van Edgar Allan Poe. Heeft daar een paar verhalen over geschreven. Maar 3 verhalen is ook nooit heel groot bekend geworden. De bekendere Sherlock Holmes is wel gebaseerd op het karakter van Edgar Allan Poe. Die 50 jaar eerder, zeg maar, in de literatuur verscheen. Dus hij was de eerste burgeropsporer. Ja. En wij zijn de eerste burgeropsporer collectief. Ja. Daarom Bureau Dupin. Het is een experiment. Ja. Hè? Jullie hebben ook een podcast. Ja. Maar onlangs is daar ook een soort tv-serie bijgekomen. Die is te zien op de Nederlandse streamingsdienst Videoland. We zullen even kijken naar een fragment. En dit is de map met correspondentie. En er zit echt van alles in. Wat je ziet is de telefoonreeks. Ja. Ik noem het eigenlijk de 9 paniektelefoontjes. We weten dat ze minstens 5 telefoons gebruikt. Er ging een verhaal door Os dat er een mes gevonden was. Waarschijnlijk heeft ze toen al een behoorlijke klap teruggekregen. En dat is het moment dat ze de koffer heeft achtergelaten. Ik kan hem vanaf hier kan ik hem zien, zelfs al richt ik de dingen er niet op, hè. Ja, hoeveel mensen houden zich daar mee bezig? Toen we 2 jaar geleden begonnen, toen hadden we een klein artikeltje in de krant gezet. De politie, omdat we werken samen met het politie en Openbaar Ministerie, die hadden een persberichtje gedaan dat ze gingen samenwerken met het burgerinitiatief Bureau Dupin. En we dachten, nou, daar zullen wat mensen op reageren, 20, 30 mensen in een zaaltje. Dan gaan we eens kijken wat we met de wijsheid van deze kleine groep kunnen doen. En ze kunnen nadenken over hoe zetten we nou zo'n onderzoekje op met wat jullie in huis hebben. Dat bericht, het krantenbericht, dat werd opgepikt door radio, dat werd opgepikt door het NOS-journaal. Dus 's avonds zaten we in het NOS-journaal, 1 miljoen kijkers. En binnen 5 dagen zaten we met 800 vrijwilligers.
En hoe organiseer je dat? Ja. En niet dus. Maar die zitten nu toch allemaal... Die zijn zichzelf dus georganiseerd. Ja. Wij werken met een aantal online instrumenten. Dus de dag voordat dat krantenartikel in de NRC kwam... heb ik een mural online gezet. Dat is zo'n online prikbord waar je posters op kan plakken. En dat was onze redding, kan ik je vertellen. Want daar konden mensen dus meteen mee aan de slag. Dus iedereen kan zeggen, ze reed met een rode fiets. Daar gaan mensen zoeken, waar zou ze gekocht hebben? Gingen krantenartikelen zoeken, gingen videofilmpjes zoeken, gingen van alles zoeken om dat leven van Marja Nijholt, wat daarover te vinden was, een beetje in kaart te brengen, wie daarbij hoorde. Maar wat voor mensen zijn dat? Huisvrouwen, fotografen, een burgemeester zit erin, oud-politiemensen doen mee, een Apache-piloot. Worden die gescreend? Iedereen mag mee. Als jij morgen mee wilt doen, dan inloggen. Je hebt goesting om mee te doen. Ja? Nu, je zei het daarnet al, we werken samen met de politie. Dat is vrij uniek, want jullie krijgen van de politie toch wel gevoelige informatie ook. Foto's van plaatsdelict, bepaalde telefoonlijsten van de omgeving rond de tijd van de moord en zo. Ja. Wat mag niet? De politie bepaalt natuurlijk altijd wat wel en niet mag binnen de regelgeving en de afspraken rond. Er is een politieopsporingswet en daar houden ze zich aan. Eigenlijk hetzelfde als je bij opsporing verzocht, dat is een Nederlands programma waar jullie waarschijnlijk een Belgische variant van hebben. Daar gaat het ook binnen de regelgeving en de politie. Komen er vragen naar de burger toe. Bij ons is het precies andersom. De burgers gaan aan de slag met onderzoek en kunnen vragen stellen aan de politie. En de politie geeft dan antwoord binnen de regelgeving. Jullie stonden zelfs soms versteld van wat jullie kregen. Zij zoeken natuurlijk ook de grenzen op, want voor hun is dit een experiment. En de vertrouwensband die wij hebben opgebouwd met de politie en het Openbaar Ministerie, maakt dat zij ook daarin hun grenzen opzoeken. Sammy, een interessant experiment? Of denk je van, burgers moeten toch zich bezighouden met andere dingen en de politie moet zijn werk doen? Oh nee, ik denk als burgers kunnen helpen, waarom niet? Het voelt voor mij wel eens een beetje scary aan, als je weet dat je met een moordenaar bezig bent. Ik denk wel dat er sowieso taken zijn die voor de politie zijn, die niet bij de burger horen. Ook alleen maar om de burger te beschermen tegen die ene persoon die misdaden begaat. Ja, want daar is de zaak ook op uitgekozen, dat er geen gevaar aan verbonden is. Maar weten jullie of hebben jullie veel dingen ontdekt die de politie nog niet wist of tot nu toe eigenlijk nog niet? Ja, we hebben echt een aantal dingen die... We hebben mensen gesproken die de politie niet gesproken heeft. We hebben die map, die je net ook in het fragment zag, hebben wij gekregen van iemand die wij geïnterviewd hebben. Dat was iemand die een heel jaar lange briefwisseling had met het slachtoffer. Hè? SMS'jes, e-mailverkeer, geschreven brieven. En die zijn we nu allemaal aan het analyseren om te kijken, zit daar informatie in die wij kunnen gebruiken voor het onderzoek. Eén ontdekking die er gebeurde was een beetje griezelig, was heel eng, heel bijzonder. Plots dook er een boek op. En we gaan even kijken wat dat was. Toen gebeurde er iets heel raars. Wij werden gebeld door een luisteraar van de podcast. En die zei, ik heb toch een raar verhaal. Ik heb een boek in de kast staan. Als je dat leest, denk je, potverdorie, dat is echt een déjà vu. Want het verhaal, dat is bijna hetzelfde. Als je dat leest, dan lijkt het op een voorspelling van de dood van Marja. Er is een boek, geschreven 2 jaar voor de moord, dat een aantal details beschrijft die exact overeenkomen met de moord. De plaats waar die dame naartoe is gegaan, het hotel net over de grens, de telefoontjes die ze gepleegd heeft, de fiets, het juiste merk van fiets waar ze mee reed. Toen dachten jullie toch. We hebben hem. Ja, dat denk je dan. Talent van Twente heet het boek en het is geschreven door een schrijver in Enschede die in de buurt, bijna in de straat van Marja heeft gewoond. Wist hij overigens zelf niet. Daar kwam hij pas achter toen wij mij gingen interviewen. En dit verhaal kende van hij stond zelf ook helemaal uit te trillen. En van dat dit geschreven... Dat maar ik dit kan geen toeval zijn. Hè? En toch moeten we concluderen dat... En natuurlijk hebben we het helemaal uitgespit en met hem zitten praten. En het zit van toevalligheden aan elkaar. En als jij het hebt over werkelijkheid is gekker dan fictie, dan is dit dan wel een mooi voorbeeld. Maar zou het kunnen dat zij het boek heeft nagespeeld? Dat kan natuurlijk altijd. Want het is een kleine opgave in Enschede, uitgegeven en omgeving. Marja zat in die tijd op de AKI, de kunstacademie in Enschede. Dat boek is daar ongetwijfeld ook gelezen. Want het gaat over kunst, het gaat over die regio. Dus zij kan dat gelezen hebben en voor een deel dat verhaal ook gevolgd hebben in maar haar eigen... Maar het is nog niet echt opgehelderd, hè?
Het is in die zin, nou, het is, voor ons is het duidelijk dat de schrijver er direct niks mee te maken heeft. Maar het is een bijzonder onderdeel van het onderzoek. Het is niet één detail dat overeenkomt. Hè. Het is echt heel het verhaal. Het gaat over heel erg veel. Hallucinant is het. Ja. Dat is wonderlijk. Ja. Nu, de moord is nog niet opgelost. Waarom hebben jullie de serie toch al gemaakt nu? Het gaat niet zozeer om wie heeft het gedaan. Het gaat erom wat is er gebeurd. En de zoektocht naar wat is er gebeurd, dat maakt dat het hele proces waar wij mee bezig zijn, met zo'n grote groep mensen in samenwerking met politie en justitie, dat is het proces waar je naar kijkt. En wat er zo bijzonder is, is dat het daarmee ook een kloof dicht tussen de overheid en de burger, omdat we samen aan het kijken zijn, hoe kunnen we dit onaffe verhaal nu afmaken. Maar het zou wel mooi zijn als jullie de daders op die manier te pakken krijgen. Ja. En hoe groot schat jij die kans in? Nou ja, de documentaire serie gaat daar wel bij helpen, denk ik. Want het gaat wel hopelijk allemaal verhalen weer losmaken. Bij mensen die er misschien iets meer over weten, die nooit gesproken hebben en nu misschien wel iets willen zeggen 10 jaar later. Er zit ongeveer een half jaar tussen de opnames en nu. Ja. Is er ondertussen nog veel gebeurd? We hebben met de telecomdata een heleboel nieuwe inzichten opgedaan. Patronen zichtbaar worden in het belgedrag van de mensen die contact hebben gehad met elkaar en met Maya in die tijd. En met mensen die in de cirkel rondom de plaats delict contact hebben gehad. Daar hebben we patronen in ontdekt die interessant zijn. Zijn ze nog aan het filmen? Komt er een vervolg? Zodra we de puzzelstukjes in elkaar kunnen leggen, dan komt er zeker een vijfde aflevering. Ja. En dan verwachten wij jou hier terug aan tafel. Kom ik zeker terug. Ga je kijken? Als je het kunt zien, want het zit nu achter de wol in Nederland. Ik vind het boeiend, maar ik vroeg het mij daarnet al af. Hoe zit dat dan met de familie van het slachtoffer? Is dat dan gevoelig dat dat terug allemaal wordt opgerakeld? Dat is niet makkelijk, nee. Dat is dus, zij hebben natuurlijk... zij zijn heel blij dat we dit doen. Daarom hebben ze ook toestemming gegeven. Mm-hmm. En tegelijkertijd brengt het natuurlijk allemaal weer gevoelens op van destijds die niet gemakkelijk zijn. Dus ze doen niet actief mee aan het onderzoek, want dat zou te dichtbij komen. Nee, maar ook de drang om te weten wie het gedaan heeft en wat er gebeurd is. Dat is ook een deel van de drijfveer waarom mensen meedoen. Hè? Ze willen dat verhaal oplossen en voor de nabestaanden een afsluiting en een afronding geven aan het leven en het... Van Maya. Laat ons hopen dat het lukt. Dankjewel en veel succes. Roel Simons.